Groet mijn mede Pokémon trainers. Welkom bij een heerlijke, sappige collectie video. Ik ben even kijken of de boel netjes staat. Ja, oh, kijk. Wij proberen ook elke dag de kwaliteit te verbeteren. Dus hey, shout-out naar deze hele prachtige Elgato camera. Dankjewel Elgato. Mocht je ook Elgato producten willen, check ze gewoon even lekker in de beschrijving. Want wij gaan vandaag verder met de collectie. Ik ben misschien iets te hard van stapel gegaan. Wij waren hier gebleven. Vrij lege pagina, maar wel met een paar hele mooie sappige kaartjes. Als we er echt naar gaan kijken, zou ik even zorgen dat ze iets dicht naar jullie zijn, want er zit best wel weer spiegeling in zo'n heerlijk mappie. Maar we hebben hier een Ferelicator, een Jumpluff, een Steelix en een Typhlosion hebben wij hier holo. Wat is nou vaak het probleem? Het probleem van goede kaarten vinden is altijd lastig. Meen ik serieus. Pak deze kaart. Meestal krijg je een kaart die altijd... blijft het toch nog redelijk netjes, maar zo eruit komt als jij hem sleeft. Het probleem van goede kaarten vinden, die dan ook nog een beetje... Dan doe ik het even met de nagel. Kijk, die dan ook nog zo'n heerlijk lekker whitening randje hebben. Kijk hier zo, dus dat de kaart zo half uit elkaar valt en dat je hem gewoon zo open kan scheuren. Dit zijn meestal de kaartjes, en kapotte hoekjes heb je altijd nog zo. Kijk zo, en dan een kapot hoekje. Dit zijn meestal de kaartjes die je vindt. En dan maak ik serieus geen grap. Elke verzameling die je opkoopt, heb je altijd zulke kaartjes. Wat heb je hieraan? Niks. Helemaal niks. Nu kon ik echt aan een heleboel. En dan praat ik over comments en uncomments. Hè? Want kijk, zoals holo's, die zijn altijd meestal wel netjes. Want dat zijn holo kaarten. Daar hechten mensen waarde aan. Maar comments en uncomments? Ho maar. Nu heb ik een verzameling kunnen opkopen. Waar dus, dan ga ik even zo spieken, waar ik dus heel veel comments en uncomments heb in de staat zoals je het eigenlijk het liefst in je map wil hebben. Kijk, het ziet er allemaal gewoon netjes uit. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat jullie mijn verzameling zien. Ik heb met Eva gesleeft, we zijn een hele ochtend bezig geweest, ook nog gedeelte van de middag. Het gaat namelijk om 1500 nieuwe kaarten die we gaan toevoegen aan onze verzameling. En daar gaan we gewoon mee beginnen. Maar we gaan elke video gaan we gewoon twee verzamelingen erin stoppen. Er komen ook hele zeldzame kaarten voorbij, kan ik je zeggen. Dus, hey, stay tuned. Kijk, we gaan gewoon lekker verder waar we mee bezig waren. Kijk, zoals bij deze Elekid komt een heerlijke Magby. Dit is gewoon een holo, maar moet je kijken. Of een rare. Maar kijk, deze kaarten zijn gewoon zo clean. Dit is heerlijk. Op deze manier wil ik altijd wel mijn kaarten erin stoppen. Kijk, 27. Kijk, hier, ik heb een hele mooie Bayleaf 28, first edition. Maar bam, Bayleaf 29, bam, Clefairy 30, hoppatee. Ik zeg niet dat we alles hebben, maar wel veel. Hier, Gloom 36, mooie kaart joh. Batsum, een Granbull 37. Als het goed is heb ik hier een Magmar die vies is. Dat wist ik. Ja, zie je, whitening. Kijk, dit is wat ik bedoel. Kijk, whitening op de onderkant. En dan bam, kijk, een Magmar. Woe. En een milk tank hier. Daarop. Bam. Oh, vies hè. Maar kijk. Bam. Ho, ho, ho. Veel netter. Nou, en dit vind ik dan altijd heel, heel satisfying om te doen. Gewoon kaarten eruit halen. Zoals deze Fanfi. Helemaal opgegeten aan de bovenkant door de beesten. Dan gaat er gewoon zo'n heerlijke, lekkere, sappige nieuwe Fanfi in. En dan doen we lekker een pillowzwijntje ernaast, zo hatsa. Kijk, en dit is het leuke, want nu ga je dus ook bijna geen gaten meer zien in je set. Kijk, deze Kulava, joh. Hier. Ook allemaal vieze vlekjes en achterkant ziet er dan oké uit. Wel wat whitening hier en daar. En dan 1, 2, hoppa. Oké, klein beetje whitening, maar de voorkant is in ieder geval niet opgefroten. Doen we er gewoon lekker in. Kijk, dan hebben we 47, 48, 49. Kijk, en dan gaan we nu vullen. 50, 52 eruit. Deze Xatu is ook echt vies. Deze is weer hartstikke mooi. Nou, doen we even lekker de Chikoritas erin. Kijk eens, 53, 54. Hoppa. Nou, dan gaan we naar de volgende pagina. Kijk eens, 55. Dan heb ik hier weer een kaart die helemaal opgegeten is. En zo hier zie je ook al, ik heb best wel veel kaarten. En dan doen we gewoon heerlijke nieuwe kaartjes voor terug. Zo, hoppa. Hoppip, eruit. Hoe vinden jullie deze nieuwe angle van opnemen? Laat het even weten, want
Ik ben zelf nog een beetje zoeken. Ik vind dit ding een klein beetje te dichtbij staan, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik kan hem ook verder wegzetten. En dan, dan ga ik alleen maar anders buigen. Of ik moet deze draaien. Nee, ik moet hem wel bijna voor me hebben, want ik heb die map nodig. Kijk, deze mannetijn eruit. Dan komt deze erin. Kijk, hier zit echt een vouw. Deze is gewoon weer clean. Kijk, oh. Ik denk, dit ziet er wel echt strakker uit qua kwaliteit, joh. Jullie kunnen echt meekijken wat er gewoon in kaartjes hier in de map zit. Ik heb hier een doos voor gezet. Oh, fiets. Ik heb hier een doos voor gezet, hier. Die blokkeert dan het licht. Maar nu al, ja, zo blokkeert hij het licht. Dan kun je echt gewoon mee koekeloeren. Oké, dit is het laatste randje van dit stapeltje. Maar nu gaan we echt aanvullen. 67, 69 en 72. Dan gaan we hier verder met 73. Spinnerack, first edition. Hartstikke mooi, meen ik serieus, maar kijk dan. Zo, allemaal vlekjes op de achterkant. Is zo zonde. Mensen, slief je kaarten goed. En hoe doe je dat? Leer het van de meester, van boven naar beneden. Dit is je nummer 1 meester in Pokémon op YouTube en Twitch. Shoutout naar jou, jongen. Nee, ik zweer het je. Als je dat gewoon doet, je kaarten blijven gewoon altijd netjes. Weet je waarom? Stel je hebt van die level up dingen, die sleeves hebben wij ook nogal straks. Dan doe je ze van boven naar beneden erin, valt de viezigheid in. Je ziet het, zelfs in sleeves, je kaarten worden echt gewoon smerig. Echt smerig. En dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon dat je nette kaarten hebt. Althans, ik wil altijd nette kaarten. Kijk, Totodile. Allemaal Whitening bovenaan en achterop. Komt gewoon een heerlijke nieuwe Totodile voor in. Net zoals voor deze Wooper. Die Wooper woepen we eruit op. Weggewoept. Deze Energy Retrieval is echt vies. Ook al is die First Edition. Hij is echt vies. Kijk dan, hier heeft iemand gewoon zijn avondeten meegegeten. Kijk hoe vies. Stel scherp. Hier heeft iemand gewoon zijn eten mee naar binnen geschoven of zo. Zo vies is dat. 90, 91, 92, card flip game. Daar hebben we ook gewoon een hele nieuwe lekkere voor. Pokédex, dat is 92, 93, 94, dat is 95. Hoppa, Professor Elm is 96. Energy Retrieval is 98, die hebben we hier ook. En die berry kan eruit hebben. Ook een nieuwe voor. Ook meegegeten. En een dikke vouw hier. Oh, zo zonde. Zonde. Even kijken, wat hebben we dan? 99, 101. Moomoo Milk, vette koele kaart. 102, kijk hoe vet. Pokémon March. Zetten we er ook even lekker in. En dan hebben we hier een nummertje Super Rot. En die hebben we hier ook gehad. Zo halen we er ook uit. Zo. Dat is eigenlijk, wat hebben we hier nu erin? Nio. Wat is dit? Is dit Nio? Weet ik niet. Nio set. Dus moet je kijken, we hebben deze kaarten vervangen. Dus best een stapeltje. En we hebben best wel veel nieuwe eraan toegevoegd. Maar, ik heb hier ook al de volgende liggen. 1, 2. Tjup. En die begint hier. 9. Dit zijn de holo's. Hitmontop en Poliwrath. Verder geen holo's. 19. 24. 25. 26. 27. Een Politoed. Dan hebben we 31. Een hele vieze Tyranitar. Maar ja, we hebben niks anders nog. Een Ursaring op 34. En dan 36. 37. Beginnen we met een Corsola. Nou, 40 eronder, 41, 42, 43, 44. En hier zie je dan ook gewoon weer, dus dat hier ook kaarten tussen zitten, die echt gewoon vies zijn. Kijk dan, hier Pupitar, echt vies. Kijk maar hier bovenaan, zie je het wel, hier. Kun je het zien? Ja, jullie kunnen het zien. En dan deze is gewoon veel schoner. Hoppa, doen we er gewoon lekker in zo. Een lekkere, heerlijke, sappige Pupitar. 45, allemaal unknowns. Ja, ook zo'n vieze unknown er weer uit. En zo'n heerlijke, sappige unknown er weer in. En dan gaan we de rest van de unknowns aanvullen als het goed is. 49,
is 50. Vroeger spaarde ik een noot trouwens. Dat was een dingetje wat ik vroeger altijd deed. 51, 52. Oh, en op één kaart hebben we weer een pagina gevuld bijna. Oh, hier zit een vieze dunspurs. Hop. Nou, 56. Gaan we nog een pagina vullen of niet? Kijk, een schitterende first edition Mareep. Als je hem dichtbij ziet, kijk, dan hebben mensen weer een dikke kreukel hier onderaan. Zonde. 58, 59. Ah, hier ook weer eentje die we maar missen. 60, 61. Hè, 63. Oké, volgende pagina. Oh, deze moet eruit. Die is vies. Dat weet ik nou al. Nou, hier nog eentje. Weer een first edition. Ook weer heel vies mee omgegaan. Zonde. Zonde. Nou, de E mag eruit. Nou, hoppa. En dan doen we ook meteen weer een heerlijke nieuwe ervoor in. Voor de I precies hetzelfde. Weedle precies hetzelfde. Ik snap niet, hè. Vroeger, mijn kaarten van vroeger zijn ook niet allemaal optimaal. Maar wel de kaarten die goed zijn, echt wel netjes mee omgegaan. Is dat nou zo moeilijk? Ik vraag het gewoon voor een vriend. Kijk eens, bam, een pagina vol. Een first edition fossil egg. Boom, en deze erin. Een energy arc. Maar hoppa, we hebben een pagina vol. Lekker is dit, hè. Als je gewoon gevulde paginaatjes ziet. Kijk, en dan zie je gewoon, comments en uncomments zijn super belangrijk. Die holo's, die vind je wel, want daar gaan mensen voorzichtig mee om. En ja, daar betaal je ook gewoon flink wat knaken voor. Maar hey, het is niet anders. Kijk eens. Oh. Mooi setje dit. Hele mooie set. Nou, boom, mappie rond. Bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog. Ik denk dat we de volgende keer 3 verzamelingen gaan doen. Maar hey, de tijd geldt ons leren. Of we gaan, ja nee, we doen gewoon de volgende keer gewoon 3. Bedankt voor het kijken. Vind je deze video's leuk? Druk op duimpje omhoog. Kijk mee in onze verzameling. En ik heb ook nog een paar hele oude mappies opgekocht. Die komen ook vanzelf. Tot de volgende keer. En ciao.